Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur heeft gisteren haar jaarafsluiting gehad. Tijdens dit evenement heeft Telesuur-directeur Mike Antonius aangegeven dat voor het komend jaar het bedrijf zich gaat richten op Customer Delight, oftewel het centraal stellen van de klanten van Telesuur, zodat zij er beter van worden. Telesuur gaat werken aan haar service naar de klant toe. Een seamless customer service waarbij de verschillende onderdelen van de service delivery geautomatiseerd zijn, met als gevolg een verbeterde efficiëntie bij het monitoren en verrichten van delivery en recovery. Heel mooi verwoord, maar als het alleen bij woorden blijft, dan kunnen we evengoed het plan direct in een lade stoppen. Uiteindelijk gaat het om de actie, het gaat om het doen. Hoe gaan we dat doen? En daarvoor zijn er verschillende projecten ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we daartoe in staat zullen zijn. Een van de projecten waarvan we inmiddels de kick-off hebben gehad, is het Customer Service Center. Daarmee zijn we bezig aan de tweede rijweg. Het moet worden een state-of-the-art building met state-of-the-art equipment, waardoor we in staat moeten zijn te kunnen verbindingen van klanten tot aan huis te kunnen monitoren. Antonius geeft verder aan dat er met dit nieuw systeem vanuit de klantenservice gezien kan worden als er sprake is van het achteruitgaan van de service. Vandaar dat het een klantenservice wordt met de nieuwste technologie. En wanneer je dat constateert, moet je in staat kunnen zijn om preventief onderhoud te kunnen doen. Dus nog voordat je een outage hebt, moet het erin resulteren dat je de verbinding weer kunt optimaliseren. In de tijd waarin we leven, houdt telecommunicatie dat in principe, in beginsel, betekent communiceren op afstand, is het zich verder gaan ontwikkelen in de tijd waarin we leven. Het gaat niet alleen maar om communiceren op afstand. Het gaat om werken op afstand, lesvolgen op afstand, allerhande toepassingen kunnen doen op afstand. Als ik dat zeg, dan moet ik ook denken aan de vele BPO's, business process outsourcing bedrijven, die we vroeger oneerbiedig callcenters noemden, waarbij we er ook nog op neerkeken. Het is een booming business geworden, waarbij vele bedrijven in het buitenland tegenwoordig hun business in Suriname laten afwikkelen. Antonius geeft aan dat de klant niet kijkt naar hoeveel netwerken een bedrijf heeft, maar naar de service die het bedrijf in staat is te leveren en het gemak dat daarmee gepaard gaat. Telesuur is reeds begonnen om te werken naar een vaste mobiele convergentie, zegt Antonius.